carnavalszondag in Beugen voor de 38ste keer de knakworstrennen. Met dit jaar geen stijger bij de finish, maar een veilige oplossing. Nadat vorig jaar natuurlijk die stijger omviel na een windvlaag. De wisselbeker en het kroontje liggen bij de finish. Zeer veilig opgeborgen, daar kan in ieder geval niemand bij. De wedstrijd is een persiflage op de methorsrennen in Vortum op maandag. Hier zijn gewoon echte menspaarden met erop een ruiter. En ook hier is het van belang om als eerste bij de finish te komen. In de halve finales is het duwen en trekken en worden sommige koppels gedisqualificeerd. Ook is een wedstrijd tussen de prins van Beugen en de prins van Rijkenvoort, oftewel de Werkerskop en Blubberdam. De wedstrijd bij de knollen, oftewel de groep 8 jeugd, wordt gewonnen door Martijn Telozen en Siem Verbroeken. En hier is het om te doen, de knakworsten en de lauwerkrans. En uiteindelijk in de finale is het Quinten Zwaan en paard Camiel Smits die de overwinning opeisen.